vakantiegeest wil ik zeggen, maar recht op. Dus leg hem aan. Blijf goed. In ieder geval boven de rechtervoet. Je mag niet voorbij de rechtervoet en je mag maar helemaal niet aan de zijkant. Dus boven de voeten gaan stoten. Kijk eens naar beneden. Realiseer je eerst hoe die lijn loopt. En als je denkt, dat is hem. Daar moet je boven zitten. Dan hoef je je voeten niet op een lijn te zetten, want dat spoort niet helemaal met de uitstoot. Ja. Recht naar beneden. Opdraaien. Nee. Kijk, dan ga je alweer naar. Ja, precies. Die laatste, die is goed. Gewoon recht boven je voeten beneden zakken. Ja, uiterlijk. Uiterlijk. Geen millimeter meer. Nee, precies. Nee, precies. Ja, even door. Ja, precies. Ja, maar die millimeter die had je al gepikt hoor. Zonder dat zulke snuiters vroeger een beetje achter zo'n voetballetje aan holden. Dus iedereen wordt gek gemaakt met voetballen. Ja. En als je er nou een tappen, als je daar nou een tappen mee was, maar. Al zo denk je dat het nog worden. Gaan we te hakken. De hakken. Dan mag je linkervoet iets naar voren plaatsen. Ja, daar. Linker teen op de hak van je rechtervoet is goed. Ja hoor. Nou, recht naar beneden. In de knieën. Puur. Oh, dat is wel beter. Jongen, die dom met alle troepen in die buik. Hak voor de heer. Hak of teen? Ja, dan mag links iets naar voren. Ik heb de neiging om die breed te pakken. Zo, ja. Nou, eerst even stop zetten als je hier achter de kracht zit. Ja, draaien en zakken. Ik ga niet doen dit. Dan gewoon zakken, recht naar beneden. Yes, sir! Niet meer dan hier vandaan. Nee, niet dit doen. Je lijkt een beetje op het jongetje dat wil verspringen en een aanloop neemt. Oh, oh, nee. Moet je niet hebben. Recht naar beneden. Nee. Blijf, nee, gaat hij alweer. Goed. Goed. Het gaat alleen om de draai. Ja. Kijk uit, niet naar achteren verder. Yes. Ja, dat is weer bezoek. Oké. We moeten even kijken. Ga ze tegen de tekening bij de lijn gaan staan. Met de kogel aan. En draai de elleboog zo ver naar achteren als je kan. Maar je voeten moeten staan. Elleboog omhoog. Oké. Nou, dat is al helemaal niet zo prettig. Beide benen gelijkmatig in. Buiten rechts, net zo naar links. Ja. En stop hem dus, hè. Dan leer je hoe je die arm op spanning kan brengen. Dan pak je hem dan even. Pak je hem nog even op stoot. En toch is dat nog een vaardig leven. Ik zei, als je die twee willen zien naar buiten staan. Oh, dat heb ik gedaan. Nee, dat heb ik niet. Oké, nou alleen de elleboog achteruit en de romp gewoon dwars houden. Oké. Ik kan niet anders, hè. Recht hoofd? Ja, probeer het te zien. Ja, je legt hem de volgende stand, hoofd op de hand. En liever dat je hem achter zit. Hier? Dus de hand omhoog doen. Hoe zei je de vorige keer? Kijk, je zit daar. Onder keer. Ja, akkoord, is goed. Dit is niet zo gek. Dat ben je niet goed. Nou, eens even kijken. Breng de elleboog naar achteren, maar alleen de elleboog. Dus je moet hier spanning gaan zitten. Ik heb alleen nog omhoog. Ja, kijk daar. Ja. Heel mooi! Ik
korte spieren. Dan vliegt hij wel even. Hier. Goed, we beginnen met de elleboog achteruit en daarna mag de rest mee. Mag daar onder de pin. Dat mag niet mee, hè? Elleboog. Oh, eerst elleboog. Ja. Het is nog met een patje. Het is gelijk met de paal eraf. Dan niet verder met je draai, want tot hier naartoe. Oh. Bijna van het af, maar iets door. Ja. Maar je zet het op een doorgedraaide stoot op de ogenblik en dat moet eigenlijk niet. Weet je wat? Leg de kogel maar even weg. Ik heb al helemaal wandelingen door het zak gemaakt. En dan gaan we het hele draai maken. Hele draai, dat is van hier af. Weer een top. Dan gaan we een beetje de kop in de Kan dat? Dan kom ik terug. Wat vergeet je te vertellen, je vingers graag naar binnen. Goed. Zo. Hier. Ja. Bliks. Elleboog naar buiten, vingers naar binnen. Nou, not bad. Gewoon even moeten tellen, deden jullie dat ze 20 en terug. Niet te zeggen. Niet tegen de elleboog. Toch de elleboog van achteren. Je hebt hem. Ah, niet verder, hè. Want jullie krijgen mijn hand aan dat maar. Je moet de beweging in jezelf maar. Ah, goed zo. Pats. Rustig, rustig. Niet ruw. Niet ruw, want anders gaat hij vastzitten. Zachtjes. Ah, precies. Dat is zacht. Akkoord. Zo moet je starten. Zo varen en dan weer. Ja. En daar staat. Niet meer dan dat. Ah, die moet ik even sparen voor. Dat is het laatste onderdeel van de stoot. Ja. Is dat? Kijk, dat ooit gedaan. Precies. Nou, het is altijd. Hup, de. Nou, en een beetje draaien. En dan komt alles in één klap. Dan ben je rechter elleboog. Linker nog op je rechter elleboog. Hier. Hoppa! Mooi hoor. Realiseren dat je ronduit bewegen over de lijn. Je staat op de rails. Kijk uit, kijk naar beneden, kijk naar beneden. Waar is de rails? Ja, precies. Maar dan moet je nog recht boven staan. Valt er een druppel uit je neus en je moet precies op de rails terechtkomen. Op de rails. Geef jezelf even rust. Achter en voor is gemakkelijk, maar heb je geen snelheid. Oh, dat is al veel beter hoor, maar even wachten. Dan anders controleer je zo. Nee, drink. Niet te voren. Ja. Oké, hou je rust. Hier, goed wachten. Hoppa. Perfect. Ja. Mooi. Die bouwvakkers, die hebben iets met lijnen en krachtlijnen. Daar kletst hij ook over. Dan denk ik, daar heb ik het nog nooit over gehoord. Ja, lijnen op papier. Nou, niet alleen. Ook in beton zie ik al.
Even kijken of je het voor elkaar krijgt. Niet voldoende de spanning op rechts. Eerst achter zitten. Wachten. Ja. Oké. Okay. Ja, je zit er nog een beetje onder. Je moet niet zo hoog stoten, weet je nog van vorige week. Onderdeel 1 is hier, onderdeel 2 zit daar, onderdeel 3 zit hier. En onderdeel 4 zit onder op de voet. En als je die mooi naast elkaar, dan kun je. Ja, je moet je helemaal opspannen. Ja. Ja, gewoon maar. Dingen die. Oh, juist! Kijk, vanuit zo'n draai kun je stoten. Die andere draai kun je vergeten. Die valt. Ja. Rechtop blijven. Als je nou de rok te veel fout, kom je vanzelf in de slinger terecht en maak je hem niet makkelijk. Dus meer boven je voeten blijven staan. Weer gaan we overhouden. Ja. Oké, okay, een lage linkerhak. Laat hem bij de grond. Juist. Pols niet te hoog. Ja. Hey. Dit is het laatste. Ja, start. Maar je indraaien moet meteen aansluiten bij het draaien van de rond. Dus je draait in en de rond moet meteen meedraaien. Dit gedeelte van de rond. Je moet gelijk meedraaien. Wat je nu doet is dat. Ja. En dan zit er zo'n loos stukje in. Ja, nee, precies. En dan willen we dit. Je moet hem meteen aanhaken. De bovenaan moet wel gelijk mee. Ja, hij moet aanhaken. Hij moet wel achterblijven. Hij moet wel aanhaken. Ja. Dat is wel mooi dat je doet. Kijk, daar staat je meteen weer de lijn en je hakt heel goed. Ja. Niet te ver boven. Nee, je bent nog voorbij je rechtervoet. Ja, ik ga ook met dit doen. Ja, je gaat meteen naar voren. Ja, dat lukt niet. Dan zit het niet. Buiten ben je maar wat verder in, hoor. Ja. Hoppa! Daar komt ie. Doe het erin door. Publiek? Dat. De laatste stoot moet even een stukje terugvallen. Het stoot gemakkelijk, hè? Even korter. Ja. Maar je mist dan wel de spanning. Ja, dat is mooi. Paal. T5. Wat heb je voor lekker? T5. Oké, ik weet niet wat doet. T5. Nou, ik weet niet waar ik stond. T5. Dat is T5. Als ik dat teken is, zal ik het stoppen. Een vuurstukje.
Wat je nu doet, is je heup naar voren drukken. Ja, dat moet ook. Want je hebt deze moeder niet terug laten vallen. Maar dat moet ook niet. Hij moet volgens de plek blijven. Gewoon eventjes binnen je linkervoet blijven. Hoop pas op, rustig naar voren, terug. Kijk, nee, je rechterbroekzak moet wel boven je rechtervoet blijven, dat doet hij nu niet. Juist, dat is mooi. Buig maar in daar. Buig maar in. Hou die rechterbroekzak daar, juist. Pas op, je gaat dan naar voren met je linkerbroekzak. Terug naar je rechterbroekzak. Ja. Draai je knie erom. Pat. Juist. Toch zit hij daar. Je bent aan het nadenken, hè? Nou, als je instructies krijgt. Je moet altijd, gaat even, mee. Altijd even de tijd nemen. Nadenken is niet altijd de tijd. Het is training. Dat is altijd even. Je moet het weer even. Leek je geen plaatsje geven. Rechter broekzak. Ja. Boven de rechter enkel. Klaar je erin. Je schuift naar voren met je linker broekzak. Ja. Maar ik denk dat we genoeg gedaan hebben, Hans. Ik je hebt het goed op het spoor volgens mij. Ik bied een bakje koffie aan. Het gaat gewoon. Ik ga er weer. Oké. Zie je hem naast stappen? Dat betekent dat hij al deze tijd weer. Nou, dat is ook een verkeerde knop, hoor. Dat ik wil dat. Van onderuit draaien en dan pas hebben we dat wil gemaakt. Die heup die moet gelijk weg. Maar die breedte is dan ook niet te groot hoor. Dus beperkt, dan komt de heup er ook makkelijker in. En je voelt alweer je eerste beweging is dat je hierheen valt. Ja. Blijf daar. Blijf boven. Ja. Zet je gewoon een keer boven op een tafeltje en als je eraf dondert dan moet je direct in. Ja, dan ga ik uit de lijn van de krachten. Ja, helemaal goed. De druk van bovenstoot is een belangrijk gedeelte van de lijn van de krachten houden. Ja. Linker voet met de lijn. Blijf boven. Ja, daar achter. Dus. Het is beter. Het is even zoeken naar een beginpositie. Ja. Als je daar bekend mee bent. En dan pas kan je. Die is zo gedaan, hè? Dan, ja. Maar goed, gewoon de tip van rond schouderpartij boven de voeten houden. Ja. Dat doet goed. En blijf nou maar staan na de stoot. Niet doordraaien. Niet meteen naar voren lopen op deze kant uitvallen. Dus heel kort houden, rustig, of dat niet zo ver. Borst. Paats. Paats. Kijk. En eindpunt. Het eindpunt is een oriëntatiepunt voor zijn uitstoot. Als je hem draaiend laat stoten, dan wordt het, naarmate het spannender wordt, steeds wilder moet je rekenen. Dan springt hij steeds meer deze kant uit. Dat is een controlepunt. Ja. Dit punt moet je echt voelen. Goed, je moet gewoon te boven blijven. Ja. Niet naar voren hangen. Nek. Niet naar, met inzaken, gewoon recht naar beneden zaken. Wat is dit? Wezen. Neem maar even pauze bij dat je gaat beginnen. Als je naar beneden bent, we gaan even wachten. Kijk of je spanning hebt op je rechtervoet, dat je goed boven zit. Dan kan die doen. We zeggen dat de kogel even weg, de boezem is droog. Droog. Een imitatie, denk ik. Ja? Ja. Draai je rechterhak verderop. Draai de voet maar helemaal om. Even wachten. Ja. Daar.
blijf achterover zitten. Als je straks een aanglij hebt of een aansprong met die hele draai, heb je snelheid genoeg. Blijf even achter, blijf even achter. Ja, toch? Is goed. Maar blijf even staan. Hier naast. Beetje meer achter. Ja, ja. Nou sta je op spanning. En nou alleen de knieën eronder draaien. En de voet, de voet, de voet, de voet, de voet. Meer voet, meer voet. Draai. Hier, rechts. Wacht. Dan helemaal om. De cruiser gezien. Ja. Ja, mooie techniek. Ja. Ik moet zeggen, dus de eerste Amerikaan waarvan ik zeg, nou, zo zou ik het ook graag zien. Die staat zo, als het juist staat. Perfect aangelegd. Hij draait die voet, draait je helemaal door. Hij komt uit, staat, en die voet blijft doordraaien. Hij staat gewoon, maar terwijl hij staat, draait hij. Dus die blijft, en dat betekent dus dat die hele stoot. Hij maakt niet vergelijken met bij cruiser. Nee, maar je moet wel, die voet moet wel draaien. En daarna mag je de afstand vergelijken. Mini cruiser. Oké. Okay. Oh ja, leuk. Niet naar voren komen. Ja, dat ging geen alleen naar voren. Je moet ontwijken, alleen naar voren. Ja. Niet ontwijken, in midden. En dan mag je erin. Niet weer. De linkervoet staat er vanaf. Met deze lijn. Deze lijn, hè? De lengte lijn. Of zo. Ja. Ja, prima. En vast. Zo gek hoor. Maar dat is wel een hele goede. Dat is knap. Ik heb niet die boel die naar voren valt. Nee, je krijgt bovenwaarts. Je krijgt eerst onder de kogel door. En dat hebben we. Het lichaam gaat dan mee. Heb je al twee kogels van vijf? Of misschien nog één van vijf? Zes kogels? Vier, vijf, twee of zes. Oké. Twee kogels. Ja, dat is een misafval. Je kan er twee in de raar. Nee, precies. Nou, dit is ook al lichter. Want ik hoor je hijgen en met de eerste kogel stoten van wie ik zeg, hey god, die hijgt. Rustig. En nou, stoppen op het moment dat je ingedraaid bent. En dan geef ik je een signaal. Even wachten. Nee, en dan verder in draaien. En eerst door de knieën. Je hebt eerst goed door de knieën, maar iets meer hoor. Draaistoters moeten diep zitten. Juist. En nou draai je je in en dan mag je eventjes. Dat is mooi. Tap, ja, mag je. Zo, dan richt je meteen voor. Nee. Wachten, verder draaien. Ja, dan moet je vrij gemakkelijk. Maar hoeveel kilo is het? Vijf. Maar dat gemak mag je nou ook wel eventjes hebben hoor, want je bent toch wel bezig met hoe zit dat, hoe zit ja, dat. Ja, ik ben aan het denken. En je zit niet vol in de snelheid, je moet vanuit het dieptepunt beginnen. Ja, ik zou wel even dingen gaan maken. Maar dat moet scherp in je hoofd zitten. Ja. Oké, okay. Hoop maar niet te hard naar achter. Oh, je mag nog niet. Ik kijk gewoon, oké, nou sta je stil. Dan draai je. En dan zeg ik ja. En als ik open ben, dan gaan. Alleen de stoten. Nee, stoten komt dan net. Ja. Ja, laat. Je moet het ritme van de beweging even te pakken krijgen. Maar altijd durven rustig te beginnen. De meeste mensen die gooien alles op de aanloop, in dit geval het eerste gedeelte van de stoot. Ja. En op het moment, dan vliegt hij over je vingers weg, ja, of je raakt hem niet helemaal. Terwijl je, vooral als je leert, moet durven om gewoon zoveel stappen terug te gaan. Langzaam op te zetten. Vandaar dat je ook begint vanuit stilstand. En dat is dadelijk een merkpunt. Als je gedraaid bent, bam, moet je daar staan. Zak, dieper zak. Belast je benen maar. Ja, oké, okay, nou, draai je rond erover en klaar. Ja. Dan heb je dus even een opzetje nodig. En dat opzetje niet doen. Droog draaien. Om, ja, niet.
niet snel. Het hele lichaam. Het zijn je broer die pest je vroeger, die pakte je bij je voet en die draaide je om als je op de grond lag. Dat is het, die staat en die draait hem op en dan komt hij al. Hij sluit vanzelf aan je voet, de spanning is op groen. Ja, ook in je zakken. En draai je om, niet te ver naar achteren. Ja. Nou, heel eerlijk. Heb je hem? Ja. Mooi zo. De hoofdhoud is er nog niet uit, maar die is toch hele. Stuur vanavond de hele. Minder geworden. De hele buts op. Nee. Je moet even op links zoeken. Ja. Is al beter, maar nog niet genoeg. Ja, nou je hebt een mooie hoor. Drie keer scheepsrecht zeggen ze, maar kijk, ja. En nou, andere voet, achteruit. Andere oprecht. Als vorige week, tussen voet staan vorige week, met de draai voor in de highlights. Ja. En dan maak je de draai, alleen zet je jezelf vast op het punt waar je gaat uitstappen. Je maakt de uitstap niet, maar je komt dus terecht in de positie die we net oefenden. En dan is het komen en controleren. Ja. Je bent verder hoor, hè? Dan verder over en dan. Ja, nee, dat valt mee. Je bent wel boven je achterste voet. Maar de draai staat niet meer op spanning. Je hebt al een gedeelte van de draai. Je moet erachter maken. Er moet dwars uitkomen. Je schouderlijn moet je gezicht. Je moet met mijn gezicht maken. Daar heb ik ook al iets voor. Nee, met mijn gezicht maken. Dat is niet alleen je zicht erachter, je krijgt toch een stokje, man. Leg die maar over je schouders heen. Achter, oké, okay, ja. Die stok die moet parallel met de dwarslijn. Oh, ja, ja, precies. Daar zit hij. Ja, normaal doen we dat met de postlok van 4,5 meter. Publiek uitgebeurd. Dan staat de trainer iets verder weg ook. Links, ja. Dat is, nou, ik ben veel te stijf. Nou, dat geeft niks. Dat krijg je nog niet. Maar ideaal, zo'n goeie oefening. Ideaal. Je ziet meteen hoe de vork in de steel zit. Ja. Dus die pik je een paar keer. Ja, ik denk dat we toch door gaan naar een hele rugwaartse draai. Wat denk je daarvan? Met de rug erheen, hè? Ja. Volle draai. Nou ja, het gaat eigenlijk gewoon om, wil je straks ook bij de atletiek club en bij de garnbouw. Ja, in de cirkel, dan is het beter dan bij de rug. Dan moet je met de rug in de cirkel. Want als ik daar... Dat is niet zo gek van moeilijk. Zo zo'n kleine draai. Zo. Ja. Dit is de laatste van. Zo eigenlijk. Nou, kom dan. Doe het nog een keer. En hou hem vlak. Spring niet omhoog. Blijf laag. Yes, sir. Dat pik er toch wel redelijk snel op, vind ik hoor. Voor snel ook naar. Nou, dus. Laag blijven. Nou, pak nou die stok nog even. Want ik doe dat zo leuk. Ik kan de bed bij. Voor me, want dan kan dat niet. Dat, Nee, je mag niet met die ene voet buiten de ring brengen. Je moet, nee, maar dan kan je niet starten, dan hou je te weinig ruimte over. Zo is dat. Oh, dat was wel maar dat maakt niet. Nou, dat is niet bang. Dit is niet veel leuk. Rustig beginnen hoor. Je linker knie in de rij, hop. Dan spring je omhoog. Ja, laag al. Blijf laag. Blijf goed boven je linker je voet komen. Ja. En blijf rechtop zitten. Als je rond naar voren beweegt, dan is de balans een probleem. Blijf rechtop. Ai! Die ging alweer naar voren. Hè? Ja, dat is inderdaad je fout. Maar je hebt hem wel behoorlijk kort gehouden. Rechterop. Dat is mooi. Recht blijven. Ja. Ja.
even te maken. Draai je linkervoet ook niet te ver door, want die komt helemaal buiten de rode lijnen uit. Terwijl je eigenlijk zo moet uitkomen dat je teen en je hakken weer tegen één lijn komen van beide kanten. Dus dat is het, maar lekker. Als je deze oefeningen er gewoon in de loop van de week doorpakt. Dus vanaf het begin, standstoot, maar altijd staan blijven. Gewicht op de achterste voet. Hier? Okay. Ja. Doe eens mee. Alleen gewicht op de achterste voet maar. Op de achterste. Ja, zit niet meer dwars hoor. Zit niet meer dwars. Goed zo, gewoon heel goed. Langzaam. Ja, blijf staan. Iets meer achter, druk op de achterste voet aan. Ja, hou druk op je achterste voet, prima. Als de druk van je achterste voet weg is, is je stoten. Dus je moet druk op je achterste voet houden, je moet recht staan, moet je belasten. Daar. Ja, ja. En anders ben je met jezelf aan het gooien. Veel werpers denken je druk hebben op waar je over draait. Als je met jezelf gooit, gooi je niet met je apparatuur. En, ja. Ja, dat is wel een stap. Je moet eigenlijk tot drie tellen voordat je je voeten mag verplaatsen. Nou, het stilstaan die voeten, dat indraaien, dat is toch ja. veel moeilijker dan als je wel dynamisch bezig bent, dat draaien. Dat is ook zo. De standstoot is helemaal niet makkelijk. Het is niet gecompliceerd, dat is wel zo. Want je hebt geen... Als je een beetje snelheid hebt, gaat het wel wat automatisch. Maar één beweging, maar speerwerpen vanuit stand is waardeloos. Dat is geamputeerd. Speerwerpen hangt helemaal op de aanloop. Ja. En kogelstoten eigenlijk ook op de aangelijf worden. Maar wat je dus doen moet is, als je geen aangelijf hebt, is goed binnen je voeten blijven. Maar wat je op de NK ziet, is dat al die kogelstoten dus die hangen eindeloos en daar helemaal heen. En die maken dan een stoot waarbij ze hun benen meesmonden met een halve buiging en die gooien zichzelf naar voren en ja. Die krijgen dus een stoot waarvan ik denk van mensen dat zou je niet moeten willen. Maar ze doen het toch. Je blijft binnen je voeten, ja. Hoppa! Right. Dat. Dus, nou ja, zag ik met Gert aan de ring daar bij de NK1 door. En al die kogelstoters, hup, de twee met een grote sprong over de balk heen en lekker instoten. En wat waren ze positief, want wat ging die kogel? De stoot. Zit. Nee, hè? Ja, hij draait lekker. Maar je moet minder draaien en je linkerbeen moet eigenlijk vooruit. Te ver. Ja, te vroeg. Ja. Je mag er ook even een stok bij pakken. Daar hebben we hem ook mee gedaan. Ja. Moet ik agressieve deel zijn, die linkervoet? Vuur? Ja, moet iets verder dan die lijn waar je op staat. Maar geef hem niet te veel impuls mee met de schouders, want dan ga je toch ja. veel gauwer uit je op, uit de voet weg. Dan. Linkervoet weg, uit linkerbeen. Rechtervoet. Ja, nee, dat klopt, maar links moet afzetten. Tak, kijk, dat is niet zo gek. Ja, linker, maar hij is wel verder dan je nodig hebt. Ik ben zo stieven de Ruud er nou omdat... Om die fut ook hier te steken en dan die rommel achter te houden. Ja, ja, dit gaat snel mee. Je wordt eigenlijk gewoon opgerongen. Ja, je hebt hem hier op een hele aardige positie neergezet net met die arm omhoog. Dat was puur verticaal, dus daar zit het hem niet in hoor. Bruggenbroer. Je hakt naar voren. Je moet toch eerst goed op je rechterbeen gaan staan voordat je gaat draaien. Ja, ik moet als je dat vergeet, dan is het hele verhaal weg. Ah, kijk. Meer moet je er ook niet van verwachten. Het leuke is als je er meer van... Hoe rechterop je staat, hoe moeilijker het is. Ja. Hoe meer je ervan... Als je wordt, heb je meer controle. Het gaat gewoon om dat je al die kilo's die je vertegenwoordigt
even in beweging zet. Ja. In plaats van... Ja, dat gaat goed hoor. En nu moet de rechterhak omhoog. Draai hem door. Ja. Oh, dat gaat heel aardig. Nou, dat mag even moeite kosten. Het gewicht verplaatsen hierboven. Ja, nee, dat ging prima. Even een beetje uitzetten, maar rust. Ja, en dan nou, gewoon beetje... schuiven hoor. En een beetje jibber. Het gaat goud te hard. Je moet de spanning van de buikspieren afhalen. Oh. Daar, dat is goed. En nou ga je hem erop zetten. Daar krijg je explosiviteit uit. Je moet vanuit de ontspanning, passief, vouwen, kont achteruit, zitten, juist. En nou draai je hem erop. Oh, die is sterk hoor. Pats. Laat de arm niet te vroeg komen. Zitten. Doet hij nooit, hè? Tak. Right. Nou, gewoon een keertje proberen nog. Als je het beeld in het hoofd hebt, dan ga je gewoon morgen weer. Nou, nog een uurtje. Maar hij doet het wel goed hoor, vind ik. Ja, nog een uurtje, niet lang. Vertraagd, hè? Tot er een millimeter van het beton af is. De schouderbladen die groeien als een palmboom, die staken zo uit. Dan moet ik maar bals in de murk worden. Oh, een buur. Maar hij is een goede schoonlaats geweest, vind je niet? Elleboog nog bij, vingers naar binnen. Daar? Ja, en nou de handen omhoog trekken. Ah, precies. En weer terugzetten. Oké, nog eens doen. Langzaam. Goed opzij houden, de ellebogen. Yep. Oké, vooral vanuit de schouders optrekken, niet vanuit de lenden. De lenden mogen wel wat, maar niet veel. Schouders, je trekt ze naar je toe. Hou ze ruim. Ja. Oké, één lijn. Ja, nog een keer. If you please. Hier blijven. Ja. Daar. Oké. Zo, draai hem eens de andere kant uit. Ja. Nee, hij is niet zo wild als dat ik dacht dat hij zou worden. Zitten gaan. Ja. Oké. Daar komt wel. De kogel die heeft wel een redelijke richting, maar het betekent toch dat je voor een belangrijk gedeelte langs de kogel stoot.
Arm moet lang wachten. Borst eerst, dan de arm. Ach, moest kijken. Nadat de kogel weg is. De schouderlijn weer dwars. Daar, ja. Voel je je markt, hè? Ja. Goed, daar moet je vandaan komen. Draai hem op. Pats. Oké. Nou, de heup op dezelfde plek houden, want je gaat eventjes naar voren op een bepaald moment. En dat doe je wat te vroeg. Dus gewoon tussenin blijven, tussen je schouders en je voeten. Zitten. Zitten, kom achter je. Achterop het hekje gaan zitten. Ja. Is mooi. Pats. Uit je rechterknie vandaan. Uit je rechterbeen. Jup. Weet je nog dat je de elleboog moest achterhouden? Sorry? Weet je nog dat je de rechter elleboog goed achter moest houden? Ja. Ja, als je met anderen bezig bent, dan komt het ene niet helemaal tot z'n recht. Maar het hoort er wel bij. Zitten, kont achteruit, nee. Ja. Nog sterker zitten gaan. Daar. Paats, rol hem op. En daar komt aan. Nou, is dat mooi in de lijn. Kom je hieruit? Ja. Terwijl je hem eigenlijk door moet strekken in de richting waarin hij dan ben ik veel te vroeg. Verdwijnt. En... No. Ja, nou je elleboog van achter omhoog. Daarheen. Ja, dan hoef je hem niet vast te pakken met je duim. Trek je elleboog eens wat in, je arm trekt je arm eens wat in. Buigen. Ja. Dan zet je handen nou tegenaan alsof het een kogel is. Ja. Elleboog omhoog, vingers naar binnen, dus daar naartoe buigen. Ja, hoog op de elleboog, vingers terug naar binnen. Yes! Jezus, gaat je goed? Ja. Oké. Okay. Nou, maar, nou heb je wat. Ja, zeker. Alleen, dat kun je niet alleen doen, denk ik. Elleboog niet te ver naar achter trekt, maar zelf iets naar voren drukt. In onze richting, in mijn richting, rechter elleboog hier naartoe. Yep. Ja, met die draaistoot gaat het wat lastig, hè? Dat is het. Maar probeer het erop te handhaven. Ja, is goed. Zit en stoot. Zodra je linker staat, in rechter draaien. Ja, want anders kan het niet. Je hebt een draaipunt nodig. Tik, tik. Laat links staan, rechts draaien. Ja, oké. En daar hoef je je niet mee te haasten hoor, met die druk voelen. Rechts moet de druk hebben. Ach, nee. Ja, rechts in de gaten houden. Rechts moet druk geven. Hop. Spring om, draai op rechts, juist. Alleen maar staan, rechts en draaien. En tap. Draai. Oh, dat is wel beter buiten. Dat is wel. Hè? Ja, precies. Druk op een linker voet dan. Ja. Als je veerder is, prima. Nee. Maar Lucas niet. Oh, oké, okay. Dat kan. Houd druk. Juist. Niet terug. Niet te explosief. Zeg ik het goed? Dat zeg ik niet goed. Ah, ik stop het water. Sorry. Nee, dat heeft geen zin natuurlijk, dwars staan. De stootlijn. Gelof staat op de stootlijn. Deze. Ja. Hier vandaan. Ja. Zitten. En op een laag. Dan te veel zitten gaan. Oké, de schouders mogen iets naar voren hoor. Tja.
Blijf staan. Ja. Weet je nog? Weer op die kop hangen. Draaien. Achter de hoed. Oké. Blijf staan, ook als de adem gestrekt is. Je rechterhak kan verder omhoog. Die mag zelf nog een beetje doorslaan. Daar. Schouders van naar voren. Ja. Parts. Ja, je hoeft niet hoog op te komen hoor. Ik zie je op de voorvoeten. Ja. Gewoon plat blijven. Kijk, je hak komt wel los, maar je knie blijft gebogen. Dat is nodig, want als hij gestreken is, dan draait hij niet meer. Dat doet hij niet wel. Ja, en je voelt ook hoe die zit. Draai door de hak. Ik wil hem graag nog verder hebben. Ja, nu is hij goed, maar nou is de arm is al aan het eind. Ja, hij moet voor de arm uit. Ja. De arm moet opgesleept worden door de hak. Hak draait, hak draait. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Doe maar langzamer. Dat je hem hanteren kan. Langzaam. Ja. Meer nadruk op die rechtervoet. Ja. Hij komt niet helemaal door en je staat er ook niet stevig op. Maar ik moet leunen op die rechtervoet. Ja, klopt. Rechtervoet, rechtervoet, rechtervoet. Verder. Ja. De hak. Draai hem naar ons toe. Draai door, draai door, draai door, draai door. Ja, nou, hij voelt wel waar het zit. En anders voelt hij het morgenochtend wel.